Ik ben Suze Berendsen en ik ben kunstenares, vooral van glaskunst, maar ook een specialiteit voor portretten en ook heel veel olieverf en aquarel. Ja, hoe is dat eigenlijk begonnen en wanneer? Toen ik op de kweekschool zat, begon ik al te schilderen en toen heb ik dus de bevoegdheid gehaald van tekenen en handenarbeid, zodat ik dus les kan geven op de middelbare school. Nou, ik ben begonnen met olieverf en het was wel heel grappig, want ik heb in Bergen in Noord-Holland op de kweekschool gezeten en daar waren heel veel kunstenaars. En omdat ik dus daarmee begon, toen mocht ik van de zusters naar die verschillende kunstenaars om mijn werk te laten zien en die stimuleerden mij om daarmee door te gaan. En toen heb ik jarenlang met olieverf gewerkt. Maar toen kwam de behoefte om in die olieverf ook nog iets van glas of steen te verwerken. En zo langzaam maar zeker groeide ik dus steeds meer naar de glaskunst. Ik heb heel veel begeleiding gehad van Kees van Alst van het Grote Glasmuseum. En toen ben ik dus op eigen houtje verder gegaan. En nu heb ik dus, eigenlijk kan ik dus alles maken wat ze mij vragen. Alleen qua grootte ben ik afhankelijk van mijn oven. Wil ik groter werk maken, dan ga ik naar een collega toe. Nou, ik wil dus graag bij de opening 10 september om 11 uur wil ik graag dus officieel het glasatelier openen. En daarnaast ga ik buiten allemaal schilderijen neerzetten die ik voor een hele schappelijke prijs wil verkopen, want ik heb dus ruimtegebrek. U hebt ruimtegebrek, ja. Nou is het een kunstzinnige familie, want u hebt de genen ook doorgegeven, hè? Ja, mijn derde dochter, die schildert geweldige, dat is met acryl. En mijn oudste dochter, daar gaan we samen vaak een werkstuk maken en zij doet dat maar glas en lood. En gaat dat maar zo door? Of denkt u erover om een keertje met verlaat pensioen te gaan? Nee, ik ga door tot ik erbij neerval.